zijn hier bij de Amsterdamse Golfclub, halfweg Amsterdam. Waarbij we twee gebouwen hebben gespoten en geschilderd. Totale gebouwen bestaan alleen maar uit hout, ramen, deuren, kozijnen en rabatdelen. De bouw is een zogenaamde finlockbouw. We hebben het totale werk schoongewassen, stevig geschuurd, omdat we de esthetisch aanzicht wilden verbeteren. Gezien de ligging van het gebouw open en in de grote vrije ruiten, aanvliegroute van de vliegtuigen, is en was een grote duurzaamheid gewenst. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de nieuwe innovaties op het schildersgebied. Met name het quick drying system, het met infrarood lampen drogen van de verf. En het verspuiten van een alkietemulsie met een verwarmde spuit. Waarbij het materiaal verwarmd wordt tot 40 graden. Waarbij grote of dikkere laagdiktes aangebracht kunnen worden. Omdat we ook in het buitenwerk met nevel te maken hebben tijdens het spuiten, hebben we veel moeten afplakken. Ik denk dat wij in aanmerking komen voor de Nationale Schildersprijs, omdat we hier met innovaties hebben gewerkt die vrij nieuw zijn in de bedrijfstak. Ook met name gericht op de toekomst, waarbij waarschijnlijk ook in de loop der jaren het watergedragen verfsysteem meer zijn intrede zal doen.